Goedendag, dames en heren. Het is een vreemde wereld. Nederland rouwt en in Frankrijk fietsen dik 170 professionals in een grote wielerwedstrijd die de Ronde van Frankrijk heet. En dan kom je op enig moment dat daar ook iets van rouw in treedt, omdat 19 jaar geleden er iets gebeurde wat we eigenlijk met z'n allen maar heel moeilijk kunnen verwerken. Het is rouw, maar aan de andere kant de normale gang van zaken in het leven. Zo zijn we vandaag in Saint-Bertrand-de-Comminges uitgekomen. Hier wonen geen 200 mensen. En die mensen die zien ons komen, die denken, waar gaan ze het in hemelsnaam over hebben? Over de Ronde van Frankrijk en over het normale leven. Wel de grote hit ooit in Frankrijk en hij past onder al deze beelden. Dit is het Frankrijk waar je, als je een blaffende hond achter je hebt, waar je uitkomt als je de etappe van de Ronde van Frankrijk hebt gehad. Maar het was vandaag, zoals ik u zei, een dag waarin we Cassartelli's naam op onze tong hadden liggen. Had jij dat ook? Ja, altijd weer als de Porte d'Aspet in het parcours ligt. Je merkt wel, hoor, tijd slijt, dat weet je. De herinnering vervaagt. Toen peloton voor de eerste keer terugkwam, stapten ze af. Na 12 jaar, geloof ik, na het ongeluk in 1995, stapten ze af. Het monument was er. Toen werd er even bij Cassartelli nu. Ongetwijfeld zijn de renners die in die bocht toch nog even denken. Hè, van, nou ja, hier was het. Die herinnering is er. Moet je ook nooit vergeten, natuurlijk. Ja, ja. Wij zaten erover te praten vanavond en toen had jij, er was jou iets opgevallen, ja, als je in Frankrijk over de wegen, de normale, de route nationaal rijdt, dan moet je wel eens fietsers inhalen. En dat in Frankrijk gebeurt dat anders dan wij dat doen. Ja, natuurlijk omdat je in Nederland vooral fietspaden hebt. De fietsers zijn veel meer beschermd voor het verkeer. Frankrijk, Spanje, Italië rijden bijna altijd tussen het verkeer. En ik merk, er zijn twee vormen. Er zijn mensen die absoluut niet durven inhalen, dus die achter de fietsers blijven. Maar er zijn er ook zoveel, heb ik vandaag gezien. Zeker vandaag is heel veel fietsers die fietsers op nog geen halve meter afstand inhalen. En dat is zo gevaarlijk. Ik heb cijfers gekeken in Frankrijk. Vorig jaar zijn er 164 fietsers overleden bij een ongeluk. Bijna allemaal buiten de bebouwde kom toerfietsers. Het zijn mensen die dus gewoon toerfietsen en die worden verkeerd ingehaald. En van achter gegrepen. Meestal, althans in 70% van de gevallen, is het helemaal niet hun schuld. Soms zit er ook nog wat schuld bij. Nederland hebben we trouwens ook. Hoor. Eigenlijk is dit ook een beetje een oproep van, af en toe hebben fietsers, ook sportfietsers, een slechte naam. Soms door een gedrag op de weg, de fietspaden, weet ik ook. Maar Nederland bijvoorbeeld de laatste 10 jaar... Het aantal verkeersdoden is enorm gedaald, van bijna 1100 naar 650. Met het aantal dode fietsers is vrijwel gelijk gebleven in die 10 jaar. Dat zit op de 200, rond de 200. Nu in Nederland, natuurlijk fietsen wij veel meer in Nederland dan in verhouding. Hè? Frankrijk, Spanje en Italië. Maar 30% van de verkeersdoden in Nederland is fietser inmiddels. Dat was 20%. Een beetje oproep om zeker automobilisten, wees niet bang. Je mag ook fietsers inhalen. Je moet ze inhalen. En over een doorgetrokken streep heen gaan. Dat mag gewoon. Dan word je niet beboet of zo. Als je maar die veilige afstand, in Spanje is dat 1,5 meter. En geef ze de ruimte. De fietsers houdt. Ja. En fietsers zelf opletten en je goed gedragen. Hebben we dat hierbij gezegd. We hebben twee gasten aan tafel zitten. Dat zijn jongens die, ja, die zijn aan de Tour verklonken op een of andere manier. Eén daarvan kwam altijd terug, die zit links in uw beeld, die heet Rob Harmeling. En die fietste hard en die won 1 etappe in de Ronde van Frankrijk. Daar gaan we zo direct over praten. Maar zijn optredens daarna werden bijna klassiekers. Je zou er een film van kunnen maken. Dat hebben we dan ook maar gedaan. Laat je niks aanpraten door mij, en jij ook niet, Maart. Het wordt zo'n avond. Nee, helemaal niet. Het wordt helemaal niet zo'n avond, Mart. Okay. Dan moeten we morgen die etappe zelf eens gaan fietsen, Mart. Nou, dat vind ik niet. Ik wel. Maar ik ben ongelooflijk dat bij zulke etappes geen massasprint is. Laat me nou wel even uitpraten. Nee. Maar ik ga even nu in het spoor van Maarten Ducro zitten. Maarten zegt, het nieuwe wielrennen, zegt hij. Nee. Wij hebben wel eens met zo'n ding gereden, maar dat werkt allemaal niet goed. En dan gooiden we hem uit en dan konden we zogenaamd de ploegleider niet verstaan. Weet je wel. We werden helemaal horendolval. En die had een onderzoek gelezen dat mannen 15% meer presteren als er een mooie vrouw langskomt. Dus moeten er allemaal mooie vrouwen langs mooie de kant van de weg zijn? In die wagen, oortjes erbij, klaar. Die mensen, zegt Raymond, die krijgen een immuniteit. Ze hebben dus verklaard wat ze gedaan hebben, wat ze gebruikt hebben. Ja, dat kan dus nooit, Maarten. Geloof jij dat? Maar als wij samen gaan inbreken en ik ga het aan de politie vertellen, ben ik dan in één keer immuun? Maar denk jij dat hij meer allround kan worden? Ja, dat denk ik echt. Kan hij mee in de bergen? Ik heb geen glazen bol. Was hij daar niet bezig met Londen?
In de rit ben je toch niet bezig met een andere rit? Nee, ja, natuurlijk wel. Cavendish en hij, Sagan, denk zijn je hier echt blijven rijden. 18% klimmen dat je dan denkt aan Londen? En al zal het 19 zijn. Nee, dan... maat, natuurlijk niet. Oké, Rob, zo ken ik je tour, weer. In de nuance moet je van mij vandaag niet gaan zoeken. En nog niet te lang over dit onderwerp. Gewoon lekker praten over fietsen. De flauwe kul allemaal. Dus voor jou is het ideaalbeeld van het leven eigenlijk overdag een etappe. En 's avonds B.B. King. Robbie Harmeling plays the blues. Oh. Waar wil je het vanavond over hebben, Rob? Dat mag jij helemaal bepalen, Mart. Wat ben je toch een heerlijk mens eigenlijk. Overal lekker tegen inzwemmen, hè? Dat heb je door de jaren heen gedaan. Jawel, dat heb je wel gedaan, maar dat deed je ook wel op een leuke manier. En je had ook wel je rol. Maar ik had ook wel eens het... Nee, ik heb geen rol. Ik kijk er zo voor. Ik heb het nog nooit teruggezien, denk ik. Van, nou, meneer Harmeling, hou je mond eens een keer dicht. Maar ik zeg alleen wat ik op dat moment geloof. De intentie is voor mij altijd dat ik ergens volging heb geloofd. Ik ben ook zeer zwaar geraakt door al die grote leugens waar mensen en wielrenners mee hebben moeten leven, zeg maar. Dat weet je, van ons gesprek van vorig jaar. Ik was echt ontdaan. En ik geloof er dan ook echt. We gaan over andere dingen zo direct praten. Jouw tafelgenoot, hartelijk welkom Leon, is weer terug in de Ronde van Frankrijk. Als we jou moeten herinneren, wat is je mooiste optreden in de Tour geweest? Ik denk mijn eerste etappe-overwinning. Dat staat toch het meeste bij. Dat is, voilà, daar is die. Ook van kop af. Lely gaat mee. Van Bon kiest voor wat? Van Bon. Van Bon. Leon van Bon. Leon van Bon met Vogt. Leon van Bon en Vogt. Leon van Bon wint de etappe. Vogt wordt tweede. Lely derde. Angeluto vierde. Leon van Bon krijgt daar waar hij recht op heeft. Nu is de beel los. Magnin rechts en links van Bon. Links van Bon. Leon van Bon. Van Bon zit goed. Maar je moet hier lang wachten. Je moet hier lang wachten. Knaven. Knaven van Bon. Knaven van Bon, Knaven van Bon, Leon van Bon voor Manje en Sberg. Nederlands overwinning. Ja, in de kampioenstrui. Ja, maar als ik hem zo zie... Een beetje vroeg aangaan, denk ik. Ja, een beetje vroeg. Ja. Is winnen alles? Nou ja, daar doe je het wel voor natuurlijk. En dan, dat maakt, wel, maakt het wielrennen wel heel erg leuk als je dat kan doen. Ja. Maar ja, je kan ook wel genieten van andere dingen natuurlijk. Ja, Eddie Merckx zei altijd, een wielrenner... Als die heel goed is, wint hij 10% van de wedstrijden waar hij niet meedoet. Dus eigenlijk zijn alle wielrenners verliezers. Ja, dat zit hier. En ik zeker. Waarom? Ja, ik heb niet zoveel gewonnen. Dus ik heb vandaag ben ik een berg opgereden. Dat was de eerste keer dat ik zoveel mensen op een berg heb gezien. Want op het moment dat ik in de Tour die berg opreed, was ben iedereen al vertrokken. Dus dat waren mijn koersen. Ja, ja. Jij was enige tijd in de Ronde van Frankrijk. Ja. Dat ben je nou niet meer. Je begeleidt niet meer mensen. Maar je vindt het nog wel leuk om terug te komen? Jawel, maar ik sta er ook van te kijken hoe snel je... het is eigenlijk mijn tweede jaar nog maar dat ik toerloos ben, zeg maar. En, doet het pijn? Als ik heel eerlijk ben, nee. Nee. Nou, dan ben je eerlijk. Ja. Het doet geen pijn. Je bent afgekikt, definitief. Nee, maar... het wordt een keer tijd misschien dat ik bij dingen stil ga staan. Ik ga maar door, zeg maar. Er komt zoiets nieuws voor in de plaats. Het is wel zo, als ik hier dan vandaag weer ben... en dan heb ik mega veel respect voor die supporters die daar staan te wachten. Maar ik heb op dit moment bijvoorbeeld geen held in het peloton zitten. Toen ik fietste wel, dan reed ik gewoon tussen mijn eigen helden, weet je wel. En dan zou ik bijvoorbeeld op een North Sea Jazz... Dan sta ik als een klein kind naar artiesten te kijken. Dat heb ik nou niet. Maar zo gauw toen die renners eraan kwamen... dan voelde ik in één keer dat bloed keihard stroom. Dat vind ik mooi. Maar ik was meer jaloers op hem. Boom. Hij ging met fietsje omhoog. Ja. Dat wel, het fietsen zelf. Maar dan viel je tegen. Ja, daar hoeft hij helemaal niet jaloers op te zijn. Ah, dat zei je wel, maar ja. Toen ik er eindelijk was, toen dacht ik wel van ja, dat was wel even een fijn gevoel, zeg maar. Ja. Maar op sommige momenten dacht ik van, had ik dit nou maar niet gedaan. Ja. We gaan straks praten over jouw nieuwe werk. Want je bent als fotograaf in de Ronde van Frankrijk. We zullen je aan het werk zien. Maar ik moet even vaart maken, omdat er zo direct iemand staat te wachten... aan de andere kant van de grens in Spanje. We hebben de etappe van 237,5 kilometer. En die beginnen we met de wetenschap dat er twee man achterblijven. De jonge Simon Yates, die volgende week de Commonwealth Games moet rijden in Schotland. Die vindt dat belangrijker dan de Tour. En de wereldkampioen Rui Costa bleven
op de startplaats achter. Zij startte niet meer. Rui Costa had overigens bronchitis. En Sebastian Langeveld had mij gisteren verteld dat hij ook in zijn luchtwegen het een en ander voelde borrelen. Hij wilde niet rijden. Vanochtend kwam hij toch in rennerspak naar de start. Ik hoop gewoon dat er na de rustdag een stijgende lijn in zit. En dat ik in ieder geval met een, vandaag gewoon goed doorkom. Verder wil ik niet kijken. En als het eigenlijk in het begin en voor de berg hetzelfde als de laatste twee dagen is, dan zie ik het somber in. En met het oog op alle andere wedstrijden die er nog aankomen, dan is het niet verstandig om door te rijden. Hij start dus wel. En dat betekent dat in de eerste etappe in de Pyreneeën die een tijdje moet aanhangen. Kijk, zo ziet het er hier uit. De bergen zijn anders gemaakt door onze lieve heer dan in de Alpen. Mark Cavendish is komen kijken. Dat hoort bij het familie-idee van zijn ploeg. Overigens komt er een nieuwe naam op die ploeg te staan. Ze gaan Ethics heten. Dan krijgen we een 21-mans kopgroep met Tom Jelte Slachter in het blauw aan de leiding. En u ziet het verschil oplopen. Dat is nu al 9 minuten. Het is niet een halve baaldag van het peloton. Er wordt nog wel gereden. En hier passeren we dat beroemde stuk bouwwerk wat er aan de kant staat. Waar de renners gewoon hard langs rijden. Fabio Casartelli. Ooit werd ervoor gestopt. Nu al rijden we er langs. Rogers is de beste klimmer. En hij rijdt met bijvoorbeeld IJssel en de La Plaza met Veukler, Gauthier, Galopin, Van Avermaat. Met Serpa, met Reza, met Kwiatkowski vooraan. En dan valt die ploeg langzaam uit elkaar. We rijden de Porte d'Aspet dus over. We zijn op de Col de Ares, dat valt wel mee. Die is 815 meter. En dan is het gedaan voor de werkzaamheden van Lieve Westra. Als we de Porte de Balès op gaan rijden, 1715 meter. Hij wordt bedankt voor de moeite, krijgt nog even een bidon mee. En dan? Dan krijgen we een prachtig staaltje van koerswerk van Visconti te zien. De knecht van Valverde. En het licht gaat nu al uit voor Jurgen van den Broek. Het wordt tijd dat hij zichzelf gaat oprapen. Wat moet hij verder met zijn leven doen? Roland moet eraf. Vogelsang is goed geblesseerd. En Schlek heeft vandaag bibberknieën. Kijk even naar Vogelsang. Die lijkt zo uit mesh gestapt te zijn. En dan ineens een schok. Ook die hele goede jonge Amerikaan TJ van Garderen lossen. En dat allemaal omdat Visconti blijft gas geven. Nibali volgt makkelijk, de Fransen zijn op post, zoals het heet. En dan valt de kleine kopgroep nog verder uit elkaar. We zoeken de Nederlanders. Hier is Mollema. En Mollema gaat weer schokschouderend werken. Pinot zegt dan, wacht even, ik ben de hoop van Frankrijk. En de hoop van Frankrijk heeft zijn shirt opengedaan en gaat. Nibali zegt, ik ga mee. Valverde zegt, ik ga mee. En waar zijn onze Nederlandse jongens? Ze zijn er niet. Maar ook de drager van de witte trui kan niet volgen. Het is ineens ontzettend spannend op de Porte de Balès. Hier is Mollema. En die lijkt aansluiting te krijgen bij de witte trui. Maar, kijk. Die Fransman denkt, nee, ik moet die Hollander niet. En die geeft even gas in de bocht. En Badet zal ook een alleingang rijden. Dan laat Stettina zich notabene afzakken om van Garderen te helpen. Van den Broek pikt daar aan. En dan vooraan is de ruzie. Rogers en Veuclair. Natuurlijk, iedereen heeft wel eens ruzie met Veuclair. En dan gaat het om momenten dat Rogers zegt, jullie moeten de koers meehelpen dragen. En Rogers geeft dan aan hoe hij dat moet doen. Hij rijdt weg ineens van Gauthier die gedemareerd was. En het gat is 20, 30 meter. En Gauthier denkt dat hij hem in het wiel kan krijgen. Maar hij krijgt hem nooit meer in het wiel. Wat een ontzettende tactische blunder is dat van de twee Fransen van Europcar. En het is in deze langste etappe van de Tour, deze prachtige referentie van de Australiër. Hij deed dat ook in de Giro d'Italia toen. Ook won hij de langste etappe. Hij deed dat toen met 10 seconden voorsprong. En vandaag is zijn voorsprong juist 11 seconden. Dingen zijn geen toeval. Tom Jelte Slachter wordt de beste Nederlander. Hij komt als 9e binnen. U ziet de achterstand staan. 2 minuten en 11 seconden. Dit is de 25e Australische zege in de Ronde van Frankrijk. De eerste was Phil en dat is in 1982. En dan komen de Fransen binnen. De Fransen hebben weer mooi weer. Echt waar, ze hebben goed en hard gereden. En waar zijn wij? Daar komt Laurens ten Dam. Laurens ten Dam, zijn achterstand is 9,42. En dat allemaal op de winnaar Rogers. En dan de witte trui. Badet. Hij heeft het niet kunnen maken vandaag. Dumoulin heeft hem zelfs moeten gang maken, de kleine sprinter. En Bauke Mollema krijgt nog meer achterstand te verwerken. Hij komt hier binnen met onder andere Schlek. Een nieuwe witte trui dragen, Pinot. En let op, dit mannetje gaat dus voor
het podium in Parijs en voor de witte trui. En we zijn nog niet van hem af. Rogers, Voeckler, Kirilenka, Serpa, Gauthier, Van Avermaat, Kwiatkowski, Montaguti, Slachter en Galopin. Allemaal mensen uit de kopgroep van 21. En die mochten gaan, want die kregen op een gegeven moment 12 minuten. En zo is het verdict van deze etappe. Een niet heel erg spectaculaire etappe, omdat je een wedstrijd in een wedstrijd had. Het ging tussen die 21 wie de etappe zou winnen. Maar er gebeurde toch wel iets in het algemeen klassement. Want die Fransen die rammelen nu. Jullie wil ik graag even mee beginnen. Wat viel je op? Je hebt daar staan kijken door je lens weliswaar. Nou, ik vond dat Nibali niet geweldig oogde daar. Ik vond hem eigenlijk dat hij ademde super zwaar en eigenlijk veel slechter dan ik hem ooit heb gezien in deze Tour. Dus jij denkt dat hij een slechte dag heeft gehad? Ja, dat zou kunnen. Heb jij hem gezien, Rob? Was jij boven? Ik heb eigenlijk ook alleen maar. Ik moet het echt nog gaan beleven. Dus ik heb mijn telefoontoestel niks anders dan foto's maken. Maar ik heb net als hem, als de fotograaf, gezichten gekeken. Maar toevallig Nibali niet. Nee. Oké. Okay. Maar wel Kittel. Ja, dan moet je een tijdje gewacht hebben. Ja. Maar die zat toch heel netjes in de bus. Maar die zag er heel fris uit. Okay. Dat is ook nog een wedstrijd in de wedstrijd, hè? De sprinters. Ja, die zitten nog verder van achter. Daar hebben we vandaag geen oog voor gehad. Komen we misschien aan. Weet jij iets van Nibali? Jij hoort nog wel eens wat? Nou, bekend van Nibali is, en opvallend dat jij dit zegt, want bekend van Nibali is dat je bijna nooit aan hem kan zien dat minder gaat. Hij kwam wel heel snel alleen te zitten, hè, door het werk van Movistar. Vogelsang kan niet meer, hè? Die is op, ja. Hij kan het alleen af. Zijn grote voordeel is natuurlijk dat iedereen bezig is met die tweede plaats. Omdat ze lijken al geaccepteerd te hebben dat Nibali onverslaanbaar is. Dus die Fransen kijken naar elkaar. Valverde wilde Van Gaarderen zo ver mogelijk naar achteren rijden. En dat is een beetje het geluk van Nibali dat niemand eraan gedacht heeft. Pinot ging op het laatst heel even weg. Maar ik denk dat Nibali toen meer met water bezig was en zo. Maar wie weet, als zij dat ook gezien hebben. Vaak ervaren renners zien ook of iemand zwaar zit te hijgen. Ik hoorde hem zelf hijgen toen hij langs kwam. Daarom viel het me eigenlijk op. Iedereen hijgt toch op de baan, nee, of niet? Ik keek gelijk naar hem en je zag aan hem dat hij het echt zwaar had. Kon je ook nog knippen toe? Ja, dat kon ook nog. Okay. Dat Rogers wint, ik vind het een geweldige prestatie. Je zal maar in de Giro en in de Tour de langste etappe winnen. En allebei met 10 seconden voorsprong. Dat is, toeval bestaat niet, hè? En Rogers is geen pannenkoek. Nee. En ik vind het leuk dat ze zo presteren nadat Contador is uitgevallen. Ja, dan ze laten het toch zien. Ja, zo herpakken, dat vind ik echt sterk. Rogers lijkt na zijn schorsing, voorlopige schorsing, ineens een nieuw leven. Want zoeken groot over. Ja, hij was natuurlijk wereldkampioen tijdrijden, zomaar in grote ronde. Drie keer. Eén keer omdat de nummer 1 Miller werd geschorst later door dopinggebruik. Maar hij is een half jaar geschorst geweest. Ja. Pas Luik Bastenaken. Luik was pas zijn eerste wedstrijd weer. Hij is wel blijven trainen, zei hij. Hij werd vorig jaar betrapt op Clem Buterol. Dus hetzelfde spul als wat bij Contador is gevonden. Uiteindelijk geloofde ze Rogers wel, want die was in China geweest. Hij werd in de ronde van Japan betrapt. Hij was in China. En ze zei van ja, in China wordt dat hormoon wel gebruikt in het vlees, dus die is vrijgesproken. Oké. Waarom we nu deze haast ineens in het programma gooien? Omdat we nu een live schakeling hebben naar de andere kant van de bergketen. En dan moet je eigenlijk je paspoort laten zien, want in Spanje, Jeroen, zeker. Daar sta jij nu. Klopt. Naast Steven de Jong. Wat heeft hij op zijn shirt staan eigenlijk? We win. Oké. Okay. Ja, wat heb je op je shirt staan? Vraagt Mart. We win, ja, dat is een actie van Specialized. Maar het valt nog niet erg op, geloof ik. Want ik heb ook al op de fiets gestaan bij Omega Pharma Quickstep, dat die etappes wonnen. En toen Maaike de etappe won, toen heeft het ook bij ons op de fiets gestaan al. En morgen staat er weer op. Ja. Maar ik sta inderdaad naast Steven de Jong, weer naast Steven de Jong. De eerste keer was 8 dagen geleden, de dag dat de kopman van jullie ploeg, Alberto Contador, de Tour moest verlaten met een gebroken scheenbeen. En nu, Steven, 6 etappes later hebben jullie 2 etappes gewonnen en de bolletjestrui in de ploeg. Dat is toch ongelooflijk? Ja, nee, zeker. Dan kunnen we een hele ommekeer spreken, zeg maar, qua sfeer ook. Ja, dat we elkaar toen spraken, was iedereen eigenlijk wel, In tranen. Iedereen was in tranen. En ook geschokt gewoon met het feit dat Alberto de Tour uit moest. En nu, de dag erna hebben we toen een koffiepauze gehouden tijdens training. En besproken wat we van plan waren. En
al die jongens die waren klaar voor om hun kans te mogen gaan eigenlijk. Ja, jij zei dat toen, maar ik had zoiets van ja, hoe ga je deze ploeg ooit weer oplappen? Wat hebben jullie nou gedaan? Nou, we hebben heel eerlijk besproken van jongens, dit is ja, het wegvallen van Alberto, dat is een klap. Dat is een klap voor iedereen. Maar het personeel, heel de staf staat achter jullie. Wij geloven in jullie, want we hebben jullie hier al in goede vorm naartoe gebracht. We geloven ook in jullie, dat jullie nu je kans kunnen gaan. En toen hebben we de etappes bekeken. En nou ja, welke etappe wie kans had en hoe we het beste tactische dat konden spelen. En ja, weet het, met een tweede plaats van Maika, een eerste plaats van Maika, vierde plaats Benati. En vandaag dan Rodgers. Ja, dat is niet slecht gegaan, dus dat is leuk. Stond Rodgers voor deze etappe opgeschreven? Ja, maar ook Maika. Het was eigenlijk maar net hoe controleerbaar de afstand was, zeg maar. Want als de voorsprong niet zo groot was geweest, dan was het wel de bedoeling dat iemand in de kopgroep zeg maar, zich nog terug laten zakken, mocht Maika vanuit de achtergrond komen. Dus, Ja, Michael Rodgers, zijn naam is gevallen. Een uurtje geleden sprak ik ook met hem. En Edwin Winkels heeft net het hele verhaal verteld over het zeer bewogen jaar wat hij achter de rug heeft. Met een voorlopige schorsing voor een clenbuterol geval. Hij mag dus meedoen aan de Tour, omdat hij uiteindelijk daarvoor is vrijgesproken. En vandaag wint hij zijn eerste etappe in de Tour. En het begint allemaal in een zinderende afdaling. I took a few risks on the descent, you know. Wasn't so sure if I was going to come out stealing my bike on some of those corners, but... Was it winning or falling? Yes. I've been in that situation a couple of times over the last 10 years, and unfortunately I didn't win, and I said, I'm not going to repeat that this year, so I'd win or crash trying. Yeah. When you overtook him, did you know I'm going to win when he didn't take the wheel? No. It wasn't until 500 meters to go. I was too scared to look around to see who was there. And then obviously, you know, once you understand you're going to win your first stage of the Tour de France, it really is an emotional high. How has this year been for you? It must have been a roller coaster. It started pitch black with what happened in Japan, the doping accusations. Yes. And now you've won 3 stages in Grand Tours. How do you deal with that? I took a huge lesson in life with my clenbuterol case. I learned that life is what you take the opportunities that come to you and you embrace them and you take that moment and move forward. I think before I was blind to those opportunities because the opportunities are always there, just sometimes you're blind and you don't see them. Do you draw a thick line below what happened this year with this stage win? Yes, yes. I think from what happened has made me a more complete person. A person leave the bike alone, but as I said, I've accepted who I am. And I think that's the ultimate pleasure in life is being comfortable with the person who you are. And once you can accept that, the sky is really the limit. Bijna filosofische woorden van Michael Rodgers. Is dat ook zo'n jongen? Ja, nee. Michael is heel welbespraakt. Ja. Ik had het ook nog even met hem over Alberto Contador. Dat zat niet in de montage. Hij heeft gelijk contact gehad met hem. Houden jullie Contador zoveel mogelijk bij het team? Ja, Alberto is sowieso iemand die heel erg bij het team betrokken is. En ja, zoals vandaag ook. Oleg, ik heb met hem gesproken. Ik had vanmorgen contact met hem. Ja. Hij blijft gewoon met de ploeg. Gaat het met hem? Het gaat beter. Hij is gisteren terug naar Zwitserland gevlogen. Naar zijn woonplaats. En zijn 2 therapeuten van de ploeg zijn bij hem. En die behandelen hem zo'n 3-4 keer per dag. En hij maakt progressie. Ja, hij kan alleen nog niet op de fiets. Maar, Nee, dat lijkt me vroeg met een gebroken scheenbeen. Ja, daarom. Dus, maar goed, de wonden genezen goed. En daar is verder geen complicatie bij gekomen. Dus dat is heel lekker. Ja, wonder boven wonder is dit toch nog een hele geslaagde Tour voor jullie geworden. Kan er nou nog meer in het vat zitten? Ja, zeker. Ik denk dat de bolletjes trui is binnen handbereik. Is dat een doel geworden? Dat is een doel geworden ook. En ook de proberen nog 1 etappe te winnen. Dankjewel. Vanuit Spanje terug naar Frankrijk. Eén ding nog even, Jeroen, als dat mogelijk is. Sta je er nog? In Spanje eten de mensen later. Moet jij nog aan tafel nu of niet?
Nee, we hebben heel erg gehaast. Het restaurant ging pas om 8:30 open. En toen hebben we heel snel iets naar binnen gewerkt om 9:50 Michael Rogers te interviewen. Maar het is gebeurd. Oké, okay, maar je staat dus echt op Spaanse bodem. Hoeveel kilometer verder Zeker. Weg? Hoeveel kilometer verder weg is dat? Bij jullie vandaan? Ik denk 70 kilometer. Oké, okay, dus gewoon aan de andere kant van de Pyreneeën, zeg maar. Precies. Goed zo. Precies. Dan weten de mensen thuis ook dat niet alle renners bij elkaar slapen. Want zo kan je mooie dingen leren, toch, Robby? Ja, absoluut. Weer wat geleerd. Ja, toch? Dus je rijdt de ronde van Frankrijk, maar je slaapt gewoon aan de andere kant in Spanje. We pakken de etappe van vandaag, die pakken we nog even op. En we gaan praten over Lau en Bouw. Ik wil graag van jullie, Leon, wat is jouw mening over het rijden van die twee? Ja, en Laurens vind ik gewoon heel, heel goed rijden. En ja, misschien wel beter als verwacht. Ik had hem misschien 5 plekjes minder verwacht of zo. Maar die rijdt gewoon vrij stabiel. En Bouke, ja, die valt gewoon een beetje tegen. Dus, vorig jaar had ik wel het gevoel dat hij naar het einde toe, ja, werd hij gewoon slechter. En dan hing het er allemaal maar net omdat het zo gelopen was. Dus het verraste me dit jaar niet echt. Maar ik had wel gehoopt dat hij beter zou rijden. Goed, bij jou valt dus Ten Dam op. Jij, hoe kijk jij naar die twee? Nou, als je het over die ploeg hebt, dan ga ik gelijk naar de eerste week van de Tour. Op een spectaculaire manier hoe Boom de etappe naar zijn hand zet. Dat is ook echt regulier gewoon renners uit het wielrijden. En dan gaat je wielen heel hard kloppen. En vorig jaar was Boom en Lau, die viel ook echt aan. En nu is het al volgen. Alhoewel Laurens wel een keer heeft aangevallen. Dan wordt het een tour wat je gaat volgen. En dan moeten mensen tussen wegvallen en wordt het heel anders. En de chemie lijkt tussen hun, lijkt me, maar dat kan ik niet goed bepalen, van mijn gezichtspunt lijkt uitgewerkt, zoals ik er tegenaan kijk. Dat hadden wij het gisteren over. Ja. Waarschijnlijk ook hun wegen gaan scheiden. Waarschijnlijk. Ze gaan al jaren samen natuurlijk. En je ziet toch ook, Laurens gaat gewoon weer de beste Nederlander. Hij is nu, Bouke is die voorbij in het klassement na vandaag. Hij gaat weer de beste Nederlander worden. En als je vooraf van deze Tour zegt, oké, ze zijn allebei kopman. Maar wie was de meer kopman? Dat is toch Mollema. Zoals zo vaak in het geval van Ten Dam. Altijd zijn de anderen. Waren jullie er ook van uitgegaan? Mollema was de Ja, absoluut. Ja, ja, okay. Ja. En hij is er weer voorbij op zijn manier. Ik denk het grote verschil tussen die twee. Of misschien is het voordeel van Ten Dam dat hij niet altijd de kopman is. Hij is zo ongelooflijk relaxed. Zo zagen we hem gisteren ook aan tafel. Voor hem is wielrennen is een pleziertje, feest. Ja. Dat klimmen, daar geniet hij van. De warmte had hij ook nodig, zei hij natuurlijk. Vindt hij heerlijk. En ik denk dat heel veel doet ook met je resultaat. Als jij onder druk, we kennen het verhaal van Robert Gesink zo vaak ook. Als je zo onder zulke zware druk moet rijden, niet iedereen kan dat tegen. En hij gooit dat van zich af met zijn muziekje op de massagetafel. En klaar. En ik denk dat heel goed werkt. Hij geeft een lossere indruk inderdaad. Als hij dan aankomt vandaag, dan is hij teleurgesteld. Dat kan bijna niet anders, want hij verliest tijd. Hij had graag mee willen rijden. En ik geef toe dat dit repeterende beelden worden. Want kapot is kapot en bij hem is kapot ook zichtbaar kapot. En snot is snot. Ja, en daar schaamt hij zich ook helemaal niet voor. Zo ziet een wielrenner eruit die tot het einde is gegaan. Het is geen mooi plaatje, je wint er de hoofdprijs niet mee. Maar oké, 1 doek en praten. Ja, wel goed, denk ik. Alleen het resultaat is niet echt waarop ik gehoopt had. Nee, kijk, op die klim rijdt een man of 6 weg en ik zit er met 3 man achter. Wat denk je dan? Nou, ik kon niet harder, dus ik dacht alleen maar aan in het wiel van Zubeldia blijven. En Koenig die neemt bovenop over en ik weet wel dat Zubeldia iets minder daalt. Maar ik zat zo aan mijn limiet dat ik Zubeldia niet kon inhalen en ik wist dat het een bijtrapafdaling is. Maar de tweede bocht rijdt hij lekker voor me. Dus ik moet vol in mijn ankers. Ik ben Koenig kwijt en ik kom alleen te zitten. Ja, in de laatste 20 moet ik alles alleen naar beneden rijden. En als je daar met een sterke Zubeldia zit, of nog iets of iemand, dan wordt het anders. Maar bergop waren de benen wel goed aan. Maar het is toch wel een ontnuchterend antwoord, hè? Dat hij daar neerzet. Hè? Ja. Ik kon niet harder. Ja. Klaar. Ja, maar zo is het ook. Nou, dit op. Ja. Die twee jongens heb ik dus wel goed in het gezicht gekeken, Bouw en Lau. Ja. Maar je zag hem, hij reed natuurlijk harder, anders reed hij niet voor Bouw. Maar zo vreselijk afzien, en hij maakt het afzien ook echt mooi van leerlijkheid, weet je wel. Maar Bouw kwam er langs
En die staat er ook bekend. Die als afzien nog niet bestond, had hij het uitgevonden. En Leiko, zijn gezicht stond bijna. Hij was het afzien met een lach er bijna op. Heel raar. Ja, maar dat is een vrede lach. Mollema ziet af in zijn lichaam. Dat ja, maar zijn gezicht. Net of hij niet. Hij gaat schokken. Zie je dat niet? Net of bij hem. Ik weet het niet. Wat wou je zeggen, Leon? Ja, ze zei gisteren al dat hij een beetje op SK10 leek. Van, ja, dat is al vaak gezegd. Ja. Die reed die, nooit 1 meter die zat recht, wel he? Aan het eind van zijn carrière naast de zadel. Dus ik weet niet of dat zijn toekomst gaat worden. Hij dronk gisteren een glaasje wijn aan tafel, maar we gaan de wijn niet de schuld geven. Maar weet je wat een nare situatie van Mollema wordt? Dat hij dus dagelijks van zijn fiets afkomt en weet dat hij een flink onder de kin heeft gekregen en dagelijks moet hij dan maar een verhaal afdraaien. En dat gaat ook, die verhalen gaan op elkaar lijken. Dat nou, lijkt moet hij zich niet druk om maken, maar volgend jaar is er gewoon weer een Tour. En dat is het mooiste van sport, hè. Je kunt dagenlang ellende over je heen krijgen, een jaar lang. In één dag kun je alles goed maken. Dat gaat Gesink bijvoorbeeld doen. Zo, daar gaan we zo direct over praten. Bauke Mollema vandaag naar de finish. Nou, zeg je zelf al, het was weer zo'n dag. Wat jou siert, is dat je er niet echt helemaal doorheen zakt. Hè? Bedoel, het kan ook gebeuren, zie je aan bijvoorbeeld een keer Richie Poort, dat je echt, echt ver op achterstand binnenkomt. Ja, dat is zo. Maar ja, goed, hier word ik niet heel erg vrolijk van, natuurlijk ook. Dus ja, we moeten gewoon zien. Een paar plekjes gezakt in het klassement. En ja, er komen nog twee ritten aan. Maar ja, het gaat wel lastig worden. Je staat nu 10. Heb je voor je gevoel nog iets om dan voor te knokken? Is de top 10 wat? Of misschien een prestige duel met Laurens? Nee, ik hoop zeker in de top 10 te blijven staan. En Lau staat er ook heel goed voor. Dus ja, ik hoop dat we daar met z'n tweeën blijven staan. En dan moeten we gewoon de komende dagen hard van vechten. Dat en dan is er, ja, dus ze praten gewoon door. Dat maakt niks uit. Mag ik wat zeggen, even tussendoor op of niet? Ja. We zijn bijna klaar met de etappe. We willen alleen weten hoe het met Sebastiaan Langerveld is gegaan. Daar komt hij. Ja, ik was heel erg aan het twijfelen, want het ging de laatste dagen echt niet goed. En gisteren heeft het lichaam een hele goede remonte gemaakt. En nee, ik kon vandaag eigenlijk gewoon weer meedoen. En in het begin hebben we een goede koers gereden voor Tom. We hebben op een gegeven moment een gat dichtgereden, op de kant getrokken nog. En dat ging eigenlijk gewoon heel goed. Mijn hartslag ging weer omhoog. Dus ja, wat het geweest is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval, het lijkt voorbij. Wanneer voelde je dat je er doorheen kwam? Ja, in het begin heb je een beetje schrik, want het was best wel een lastige start met een paar. Ja, een paar stukjes bergop. Ik voelde eigenlijk gelijk wel dat ik eigenlijk lekker op mijn fiets zat en dat de benen weer draaiden en dat ik gewoon weer een goede tred had. En ja, dat is het. Kijk, dan is zo'n etappe alsnog afzien natuurlijk. Maar dat is een heel ander gevoel dan dat ik de laatste twee dagen heb rondgereden. Een filmsterachtige uitstraling krijgt hij. Koppies daar goed. Mooi, hè? Mooi, koppies kijken, is het mooiste wat er is. Ja, ze moeten hem in de Van Toe film mee laten doen. Ja. We kijken naar het algemeen klassement om de dag van vandaag af te sluiten. Daar komt dat algemeen klassement. En de namen in het geel zijn van de deelnemers die verleden jaar ook in de top 10, maar dan in Parijs stonden. Er zijn dus 8 nieuwe namen bijgekomen. Valverde staat nu 2, Pinot, Perrault. Die Fransen die gaan elkaar bestrijden tot ze erbij neervallen. Bardet, schakel hem niet uit. Heel erg aardig ook is het rijden van de onbekende grootheid in dit groepje, Leopold König. Als je die gespeeld had, dan was je voor gek verklaard. Dat kan niet anders. Rob, hoeveel Tour de France heb jij meegemaakt? Als renner? Ja, weet je dat uit je hoofd? Ja, maar, ja, dat is niet zo moeilijk. Ja, 3 maar. 3, oké. Okay. Ja. En hoeveel als, wat je later ging doen, als begeleider van gasten? Oh. Een stuk of? Goh. 10? Ja. 15? Zoiets. 10, zeg maar. 10, oké. Okay. Maar soms was dat ontzettend vervelend voor je, want dan moest je naar de Tour de France en dan kon je dus niet naar het North Sea Jazz Festival. Ja. Dan moest je kiezen uit 2 geliefdes. Ja. Nou, nee, maar de fiets wint altijd. Altijd? Ja. En dan liet je North Sea Jazz lopen? Ja. Ja? Ja. Maar nu hoefde je niet naar het fietsen toe. Nee, en ik ben in de North Sea Jazz geweest. Wat doe je nou dan toch? Ja. Ik had mijn agenda gewoon te vol gepland. Wat doe je op het ogenblik? Naast dat ik producent ben van spierverzorgingsmiddelen, massageolieën, steek ik de meeste tijd in fietsclinics geven voor het bedrijfsleven. En ik had dus dit weekend van North Sea Jazz volledig, vrijdag, zaterdag en zondag, vol met fietsclinics. Dan leer jij mensen fietsen? Ja, ja. Oké. Okay. Nou, wees dan blij dat we gevraagd hebben of je hier wilde komen, want dan kon je tenminste weer eens de berg op. We volgen Rob Harmeling, onze Rob.
het geeft een formidabel mooi beeld van wat het is om op zo'n berg te staan. Je staat uren te wachten, je ziet die renners komen en dan moet je weer uren teruglopen. Wat voor gedachten had je toen je daar stond? Goh, ja, dat publiek wat gewoon de hele dag op die renners staat te wachten. Ja, er valt gewoon van alles te kijken. En ja, er gaat al te veel door mijn hoofd, maar wanneer stopt het eens een keer? Ja. Er is één groot bruistablet. Ik heb bijvoorbeeld enorm van hem genoten. Onderweg naartoe, naar de top, haalden wij hem in. Ja. Met zijn rugtas, met zijn twee camera's erin. En dan rijdt hij aan tweevoudig toe weer naar. Nu als fotograaf rijdt hij rond, dat vind ik zo mooi, weet je wel. En dan zie ik hem een nieuwe passie uitoefenen. En daar kreeg ik kippenvel van. En hij was gewoon elke keer de plek waar hij het uitzoeken. Hier kan ik dit en dan kan ik dat en zo. En dat vind ik zo mooi om te zien. En ja, daar was ik mee bezig. En ik kreeg weer echt dat het bloed sneller ging stromen toen die jongens kwamen. Maar jij zei net, het zijn geen helden meer voor nee, nee, nee. Waarom ja. niet? Wat ontbreekt? Omdat het niet de grote meer zijn of zo? Nibali is niet nee, de echte dat leider? Dat kan voor mij zo in één keer anders zijn. Maar ik heb op dit moment geen rennen waar ik zeg maar heel erg warm voor loop. Maar dat komt omdat ik op dit moment iets te ver van afsta. Zou ik bijvoorbeeld bij Belkin of noem maar een ploeg op, ergens mee worden betrokken bij de begeleiding van een rennen, ja, dan hebben we wel knettergek natuurlijk. Wat was je laatste held? In de ren. Dat is al lang geleden. Ja, en kijk, daar heb ik dus vorig jaar mee gereden. Reed die gewoon in mijn shirtje van Sportgeluk. Ik heb hem die foto laten zien, want ik zag jouw foto van de week. En dan, die heeft gewoon een dag met ons meegereden. Vorig jaar op Dat was je laatste held? Ja. Ja. De laatste, omdat... Maar daar heb je samen mee gereden. Heb je naast gereden? Ja, ja. Daar word ik nou helemaal... nou weet ik niet wat ik moet zeggen, maar dat is echt waar. Ja. Ja. Zei je daar wat tegen hem? Ja, en Nijboer was er gelukkig bij, want hij kan alleen maar Spaans. Dus hij vertaalde voor de hele dag gekletst. Niet normaal. Hebben we 7 jaar de tijd voor gehad. We hebben gewoon de hele dag alleen maar gekletst. Het was zo mooi. En hij kwam er naartoe. Hij had maar 1 dag de tijd. Een buikje en weet ik allemaal wat. Ik denk, dat fietst niet meer zo hard. En het was met een groep mensen van het bedrijf die wij begeleiden. Ja. Erwin Nijboer is er ook altijd bij. En die mensen waren net die dag aangekomen. Dus rustig rijden. En op het eind was Pont de Espagne. Een prachtige berg, natuurgebied. Rustig omhoog. De laatste 6 kilometer zijn lastig. Je kunt die berg stopt ook, of de weg stopt. Dus je kunt niet verkeerd rijden. En iedereen zegt op een gegeven moment, vind je goed dat ik een beetje gas geef? Ik zeg, doe maar, weet je, dat zal niet veel meer zijn. dat was niet normaal. Wat een talent. Wat een talent, maar niet normaal. Mooi, hè, dit? Ja. Ja, ik had geen idee welke kant je op wilde met je verhaal. Maar... Ik ook soms niet, maar... Nee, maar dat is duidelijk. Maar het is wel mooi dat je Leon erin betrekt. Ik wil graag laten zien wat Leon tegenwoordig doet. Ik moet er even één ding bij zeggen. Ik zei vanmiddag, in de vroege avond zei ik dat jij ooit korfballer was geweest. Dat zei een oud schoolgenoot van jou, misschien dat het een grapje was. Maar jouw eerste liefde was hockey, hè? Nou, liefde, mijn vader die speelde hockey, ja, en dan gaat het zo vaak dat je dan ook mee wordt getrokken. En dat heb ik wel eerst gedaan, Goed, maar dat korfbalverhaal hebben we hiermee ontdekt. Je hebt dus toen ben je gaan fietsen en toen hebben we je een tijdje niet gezien. Je hebt baanrenner ben je ook nog geworden. En dan ineens zie je een andere Leon van Bonn in het peloton. Kijk, een lens. En een camera. En het decor van de Tour. En daar staat in koerskleding, dat is ook wel weer mooi hoor. Daar staat de voormalige dubbelvoudige etappenwinnaar. Die mensen die om hem heen staan hebben geen idee. En dat hoeft ook eigenlijk helemaal niet. Fotograaf. Een heel eerzaam beroep. Zij verplaatsen zich met de helikopter. Hij ging vandaag met de fiets de berg op. Hup, 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 hup. Klik, 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 klik. En dan gaat ieder zijns weegs. En Leon van Bonn, nogmaals gezegd, 2 keer met de armen hoog, rijdt op de fiets naar de perszaal. En in de perszaal heeft ieder zijn eigen plaats. En dan zoek je je geschikte plaatje op. Naast Klaas-Jan van der Wei komen de foto's dan naar voren. Zo is het toch? Ja, zo was het. Dit is je keuze. Ja. Had je dat ooit geweten vroeg? Dat je fotograaf zou worden? Nee, niet direct. Ik vind de creatieve kant vind ik op zich wel leuk. Dat je een beetje anders denkt dan
beetje creatief denken. Je denkt zeg maar. In beelden? Ja, zeker. Als ik net die andere filmpjes zie, dan kijk ik ook heel veel van... Oh, dat hebben ze mooi in elkaar gezet, en mooie overgangen en dat soort dingen. Daar zit ik ook naar te kijken. En niet alleen maar wat er gezegd wordt of wat er toevallig voorbij komt. Jij denkt dus beeldend. De foto van vandaag die er uitsprong, die zagen we al even langskomen toen je hem aan het selecteren was. Wat is hier mooi aan, vind je? Of moet je nooit uitleggen waarom kunst kunst is? Nee, leg maar niet uit. Dit hoef je niet uit te leggen. Nee, er zit een prachtige lijn in van die toeschouwers. Dat zie ik ook. Maar hier zat je op te wachten op zoiets? Ja, nee, dat vind ik wel mooi. Ik vind ook, er was prachtige lucht. Het betrok wel een klein beetje net toen de renners kwamen. Dat was wel jammer, maar... Ingeflitst, zo te zien, van onderaf. Ja. Weten de renners van nu, de generatie van nu, weten ze wie jij bent? Ja, heel veel wel, maar lang niet iedereen. Ik volg bijvoorbeeld nummer 36, Sergio Paulinho. Daar moet ik elke dag een foto van maken. Nou, die had totaal geen idee. Dus die was wel... Wat zeg je dan? Wat zeg je dan van, weet je wat ik gedaan heb? Nee, nou, ik was op de rustdag bij hem en op zijn kamer. En daar even, gewoon even een tijdje met hem zitten kletsen. En ik had hem daarvoor eigenlijk niet zoveel gesproken. En toen vertelde ik dat ik met zijn kamergenoot... Morkov nog zesdaagse had gereden en dat ik ook in de Tour... Want ik vroeg een paar dingen over de Tour en toen zei ik van ja, dat ik dat ook had gedaan. Dus dat, maar ik heb niet verteld dat ik 2 etappes gewonnen heb. Dus daar komen ze wel achter. Daar wordt ze wel ingefluisterd. Maar vind je het belangrijk dat je 2 etappes gewonnen hebt? Nee, anders had ik het wel gezegd. Hè, maar dat... Kijk, het is voor mij, ik vind het wel belangrijk voor hem te weten dat ik weet in wat voor positie hij zit, zeg maar. Dat ik dat begrijp en dat hij mij wel kan vertrouwen in hem een beetje toe te laten. Want hij is vrij afstandelijk en dat was eigenlijk een beetje de opzet. Dat ik wel wil laten blijken dat ik wel begrijp als hij een keer geen zin heeft om een foto te laten maken. Staat het überhaupt goed voor allebei van jullie? Staat het überhaupt goed als op je cv staat, won een Tour-etappe, in jouw geval 2? Moet jij er wel eens over vertellen dat je gewonnen hebt? Daarom geeft hij die lezing en die clinics, denk ik. Nou, je bent in sommige dingen ervaringsdeskundige. En inleven is sommige dingen niet genoeg. Ervaring moet je bepaalde dingen hebben en je moet er mee hebben gemaakt. Maar ik denk, diep in ons hart, en daar heb ik echt voor hem genoten. Hij is dus daar niet meer bezig. Je ziet daar gewoon iemand met passie. En helemaal niet van, ik ben een tweevoudig ritwinnaar in een Tour en voormalig Nederlands kampioen en bijna wereldkampioen die je foto staat te maken. Daarom vind je het ook niet belangrijk dat die Paulini dat weet. En daarom zeg ik, dat wordt hem wel ingefloeid van, weet je wel wie daar staat. En dan komt het grote respect van zo'n renner ook hoor. Maar dat vind ik gewoon machtig mooi. Maar het helpt wel om het opent wel deuren. Daarvoor is het wel makkelijk. Kijk jij anders dan bijvoorbeeld een Klaas-Jan van der Wijze? Nou, prachtig, fantastische fotograaf. Al jarenlang wielrennen, omdat jij wielrenner bent geweest. Kijk je op een andere manier naar ze? Of weet je dat dingen? Ja, dat is wel dat heel moeilijk te antwoorden, omdat ik niet weet hoe zij kijken, zeg maar. Nee, maar jullie praten misschien met elkaar ook? Of praten ze met jou? Ja, zeker. Ja. Je bent geaccepteerd? Ja, volgens mij wel. Niet door iedereen, maar dat is normaal, denk ik ook. Voor de mensen die dat graag willen weten, voor wie publiceer je? Ik ben nu voor Novum aan het werk en een paar opdrachten voor VI Images. Voor Soigneur doe ik elke dag die foto. Soigneur is een wieler, 2-maand blad als ik het goed heb. Tegenwoordig ook een website. Ja, met een website. Ja. En voor een Duitse blad Tour. Kun je er van leven? Want fotograaf is geen vetpot hè, in deze tijden. Nee, het is wel low budget zeg maar wat ik hier kom doen. Maar ik krijg wel... Na de laatste week zeg maar wel wat leuke opdrachtjes zo op de laatste momenten. Dat heb je eigenlijk wel nodig om met een beetje geld terug te komen uit de Let op, het is geen vetpot. Want u denkt natuurlijk, al die journalisten die gaan naar Frankrijk en die slapen allemaal in hele luxe hotels. Hier kunnen wij laten zien hoe Leon van Bon door de ronde van Frankrijk trekt en door Frankrijk trekt. Zo hoor je, als je wakker wordt, uit een tentje te stappen, op je kop te krabben. Want zo begint de nieuwe dag. Hier is niets aangespeeld, hier is niets van in scène gezet. Zo is het leven van de fotograaf Leon van Bon. Tenminste voor, ik denk de helft, misschien wel 3/4 van de Ronde van Frankrijk. Tentje ergens neerzetten, auto pakken en dan later op de fiets naar boven toe om je onderwerp te maken. Het routeboek bij je, nederigheid... is zijn middelnaam. Prachtige
prachtig, Leon. Dit vind ik. Het sluit aan met wat Robbie zegt. Ik heb diep respect voor je. Echt waar. Maar het is wel zo, als ik wakker word op die camping... meestal is dat aan een meertje of aan een rivier. Machtig of ergens mooi. Buiten. Het, ja, is echt, het is echt mooi. Want het is ik kan ook een hotelletje nemen ergens op een industrieterrein. Daar word je niet vrolijk van. Daar word je niet blij van, nee. En ik word meestal fris wakker. Ik zie er helemaal niet tegenop eigenlijk. Nee, het geeft een heel mooi beeld van wie jij geworden bent. Ja? Hey, jij schrijft toch ook, of niet? Ja. Ja, dat doet hij ook mooi. Ik heb... Ja? Helemaal zelf? Nee, het wordt niet herschreven? Nee, het was eigenlijk nog zelf zo dat ze zei van we gaan jou leren schrijven. En ik had het eerste stuk ingestuurd en zei ja, het is goed. Er hoeft niks meer aan te doen. Dus ik was zelf ook een beetje verbaasd, maar ja, het was wel... Waarom ga je trouwens op de fiets naar boven? Is dat om... Nou, het was eigenlijk Klaas Jan die zegt, ja, je bent gek, want je moet op die fiets gaan. En dat is veel makkelijker en je bent sneller weer beneden. Dus ik denk, ja, ik moet dat in ieder geval één dag gaan doen. En ik was vandaag heel vroeg bij de perszaal, omdat ik dacht dat ik er nog een opdracht moest doen. Maar dat bleek dus een week later te mogen. Toen dacht ik van, nou, dan pak ik de fiets en dan ga ik erboven. Heel goed. Jongens, het vreselijkste is dat er een tijdgrens bestaat voor dit programma. De rennerkenner. Way to go! Stuur uw antwoord naar tourquiz@nos.nl. De opgave van gisteren was niet heel moeilijk. Geen wielrenner heeft zo'n kenmerkende manier van juichen bij een overwinning. Vandaar zijn bijnaam El Pistolero. Alberto Contador. En de winnaar komt uit Gaanderen en die heeft een naam die hier aan dit gesprek wat we hier aan tafel hebben gehad heel goed past. Rob de Redelijkheid. Zo heet hij echt. Rob de Redelijkheid uit Gaanderen. Hartelijk gefeliciteerd met de Tour van Bauke, de bidon, de pet en de trui. En hier zijn de beelden die horen bij de etappe. En in 1981 won hij nog eens. Van Impe hield van deze berg. Het is ook een berg met meer gaten op de erelijst dan in de weg. Achter de zegens in 2001 en 2005 staat een streepje. 2001 was dit de berg waarop Lance Armstrong zo wegreed bij de concurrentie. Dan moet hij loslaten. Ja, dan moet Ulrich op die grote versnelling hem toch laten gaan. Hij danst van hem weg. Maar 2001 was ook het jaar waarin Lance Armstrong de Tour niet zou winnen. Net zoals hij hem de twee jaar daarvoor niet had gewonnen. En hij hem ook de komende vier jaar niet op zijn naam zou schrijven. En in 2005 kwam hier de zware kiloknaller George Hinkepie het eerste boven. Ik win hier, zegt hij. Ja, dat kan hij niet geloven. Voor veel mensen het ultieme bewijs dat men bij de Armstrong-ploegen wel wist waar Michele Ferrari zijn mosterd haalde. Hinkepie plande enkele jaren na die overwinning trouwens de opening van een enorm fietstrainingscentrum in de Blue Ridge Mountains dat Pla d'Adet moest gaan heten. Dat centrum, dat kwam er nooit. En als het rood komt, zal het hoogstwaarschijnlijk geen Pla d'Adet heten. Misschien is Pla d'Abed een betere naam. Morgen dus. Een hele korte etappe. En jullie weten allebei hoe gevaarlijk dat is. Want? Als niet klimmen, zijn het etappes om buiten tijd te komen. En een paar dagen voor Parijs is dat een nachtmerrie. Vooral voor de sprinters. En jij hebt wel eens in zo'n situatie gezeten, Robbie. Oh, meerdere malen. Ja. Dan moesten we wachten. En dan ging het horloge. Stond jij nog boven de berg? Ja, stond ik op je te wachten, man. Ja, dat deed ik nou wel. Ja, natuurlijk. En dan kwam je net op tijd binnen. Ja. Ben jij wel eens in zo'n situatie geweest? Ja, vaak genoeg. Dan rij je voor je leven. Ja, maar als je dat gehaald hebt, dan is het wel lekker, hoor. Zijn jullie nooit buiten tijd binnengekomen? Nee. Nee. Alleen gedisqualificeerd. Ik ben wel één keer afgestapt, omdat ik al zo ver buiten tijd was, halverwege de rit, zeg maar. Ja. Dat ga je nooit redden, denk je dan. Nee, ik waren volgens mij 3 kwartier achter. En ik was met Hofman, met 3 waren we gelost. En Hofman die moest per se doorrijden. En we waren bij de bevoorrading al 3 kwartier achter. Ik zeg, nou, ik stopte mee. Blij dat je weer terug bent, Leon. Blij dat je aan tafel hebt gezeten en respect voor de manier waarop je dat doet. En Robbie heeft zijn loftuiting al op je losgelaten. We komen jullie allebei nog tegen in de Ronde van Frankrijk, toch?
Want de Tour zonder jullie kan niet.